Put a little bit of shit, put a little bit of shit, put a get a little bit of gasoline. Welcome to another crisis. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crisis. Ja, en voordat jullie naar deze keer Rijnmond gaan kijken, zijn we deze keer Rijnmond een paar regeltjes. Minimaal 2 seizoenen bij een club. Dat bedoel ik met RKC dus bijvoorbeeld 2 jaar of iets minder. Eerst 4 jaar bij een kleine ploeg bedoel ik dus nu 2 jaar RKC dan een andere ploeg, ergens in het buitenland. Realistische transfers en werken met de jeugd en bondscoach van een klein land worden. Dat wil ik ook met Bert van Maarwijk. En we gaan natuurlijk 4 seizoenen bij een kleine ploeg. Nu dus RKC, misschien wel 2 jaar, misschien iets minder. En daarna gaan we de overstap maken naar een andere ploeg in middenmoot in het buitenland. Of misschien wel Nederland. We gaan allemaal kijken hoe het gaat lopen. Maar we hopen natuurlijk op een goede carrière van Bert van Maarwijk. En ooit weer bondscoach worden van het Nederlands elftal. Maar eerst maar een ander klein landje doen. Veel kijkplezier bij deze Rijnmond. Yo mensen, toch weer in deze video. Mijn naam is Wesley van Fieverborn 1999. We hebben vandaag de nieuwe RKC carrière mode. En vandaag 2 wedstrijden die we gaan spelen. Tegen AZ en tegen Twente. Deze wedstrijd tegen AZ gaan we spelen met dezelfde 11 als de wedstrijd tegen VVV Venlo. En ja, jullie horen gewoon weer het stadion geluid op de achtergrond. En ja, we gaan deze wedstrijd kijken wat we kunnen doen tegen AZ. Zo. Spierings, mooie bal op Maatsen volgens mij. Bal weggewerkt, Spierings terug. Tahiri. Zo. Tahiri, Renning de Boer. En Micho werkt de bal weg. Eerste kans dus voor ons. Maatsen. Rienstra. En onderschept hier nu AZ in de aanval. Idrissi. Koopmeiners. Gudmundsson, Koopmeiners. Koopmeiners, Gudmundsson. Onderschepping hier van RKC van der Sluis. Mooie bal op Chong. Geen buitenspel. Chong gaat heel klunzig langs. Wel de ingooi van RKC. Chong. Mooie bal op So. Mooie voor Reinders en Micho. AZ komt er weer uit. Gudmundsson. Nu de bal 1 keer gegeven. Gudmundsson. Dan moet het verdedigd worden. Moet achtervolgd worden. Dat gebeurt niet goed. Dan komt de kans voor AZ. Gudmundsson uiteindelijk wel nog verdedigd. Nee, bal nog bij AZ. Reinders, hier de kans voor Idrissi en het is 0-1. We staan achter in de 21ste minuten. Zo is het 0-1 voor AZ. Hier staat het bijna op als AZ ook op schoen gaat naar die 2-0. Gudmundsson. Tackle ingezet en de bal naast. Tweede helft is begonnen. 47ste minuut. Chong. Nu gaan wij een keer zoeken naar de 1-1. Chong. Chong, nou gezellig dan maar. En dan geblokt. En terug in de voeten van Ouwe Jan. Die nu de bal daar echt erin moet wegzien te krijgen als het lukt. Ouwe Jan. En de bal weggewerkt. Reinders. En aanval, nee. Meulensteen onderschept. Rienstra. Aanval weer voor RKC. Chong. Die altijd wel gevaarlijk is aan die zijkanten. Chong. Kappen en voorgeven. Dat gebeurt. Goeie kopbal, maar ja, de kopbal kan niet vol gekopt worden. Rienstra, 71 minuten. Nog steeds de 1-0 achterstand. Onze eerste thuiswedstrijd ook. Reinders. Toch tackle ingezet. De bal was steeds voor AZ. Micho. Gudmundsson. Druif. Gudmundsson, Druif. Het is heen en weer. Gudmundsson en Druif. Hier de bal naar voeten van Hoever. Spierings. Maatsen. Tahiri. Aanval nu voor RKC. Een mooie bal op Sijs. Sijs. Nou, Sijs schiet hem. Redding. En deze bal gaat er ook niet in. Gaan we Greco, een debutant jeugdspeler, erin doen voor Chong. Kijken of hij wat kan doen deze wedstrijd. Maar eerst AZ nog. 34 minuten. De bal weer terug. Greco. De man vanuit de jeugd. Spierings. Spierings is op snelheid. Er komt tegelijk maken misschien. Spierings. Hier de bal, Maatsen, Greco en het is 1-1. De jeugdspeler die vanuit de jeugd naar ons toe kwam. Een van de topscouts die hadden toegevoegd. Hij maakte gelijkmaker. De 64 algemene speler maakt hij toch de 1-1. En hij laat het toch zien op de plaats van Chong. Corner nog in de extra tijd. Dylan Sijs naar voren gevraagd. 1 keer voorgegeven. Komt er nog de 2-1.
Nee, de bal gaat weg. Nog één keer de kans staan. Nee, ook niet. Een AZ die de bal gewoon rustig moet wegwerken. En dat hoeft niet meer. We winnen. We winnen. We spelen gelijk. Tegen AZ is niet slecht. Maar we gaan nu de interview naar de wedstrijd doen. Waarom hebben we, ik vond eerlijk gezegd niet eens echt tijd om mensen te starten. Daarom heb ik hem niet opgesteld. Maar de gelukkige gelijkspel. Daar ben ik het niet mee eens, want we hebben gewoon goed gespeeld. Dat wel. Alleen we konden niet. Ja, we hebben nooit de kans gehad op de 2-1. Dat is één ding wat zeker is. AZ heeft wel de kans gehad om voorsprong te komen. Is niet gelukt. Maar goed, wij gaan nu de wedstrijd tegen Twente spelen. Maar eerst tussendoor nog een transfer. Die speler die weggaat. Hij gaat naar Heracles. Deze Bakari. De linksvoor, 24 jaar, 63 algemeen. Gaan we naar Heracles sturen voor 650. En gaan we nu de opstelling even een beetje aanpassen in de wissel dan. Voornamelijk voor de wedstrijd tegen FC Twente. Want die wedstrijd staat nu op het programma. En ja, we gaan kijken hoe die gaat lopen. Let's go. En die zijn we dan in het stadion van Twente. Tjong. Die is de kans al gelijk voor ons. Tjong. Schiet kans erin voor de doelman. En de bal, nee, niet binnengehouden. Wel de hoekschop. Hoekschop gaat genomen worden hier. Kunnen we hem goed voorgeven? Laten we hopen van wel. We gaan even kijken. We gaan de speler. Nee, we gaan niks voorroepen. Tahiri met de hoekschop. Weggekomen voor de Paul Verhaag. Tjong. Vangt hij hem op? Ja, hij wel de ingooi voor RKC. Tjong. Spierings. Komt er niet lekker langs. Spierings ook niet. Dan is het Holscher. Nu komt Twente eruit. Holscher. En de aanval wil goed voor Twente nu. Moet verdedigd worden door RKC. Dat gebeurt hier. Maar een slecht schot ook van Twente. De bal in de handen van Vaassen. Verhaag. Schenk. Verdonk. Holscher. Druk gezet door RKC. Dat helpt niet echt. Dan komt de kans voor Twente. Espinosa. En de bal door Meulensteijn nog verdedigd. Ondertussen de 28 minuten nu. De bal hier. Bij Tahiri. Tahiri, nou, schiet er dan zelf maar in. En geen strafschop. Tweede helft, nog steeds 0-0. Dus een lange 0-0 stand hier. Als nu Twente eruit gaat proberen te komen. Het is over en weer een strijd hier in deze wedstrijd. Het blijft gelijk, nog steeds. Westerra zet toch gelijk. Want 1-1. Hier niet de kans, maar in de handen van Vaassen. De kopbal van Twente. Nu gaat Twente op zoek naar een aanval. Gelijk naar die kans van... nu gaat RKC op zoek naar een aanval. Maar gelijk naar die kans van Twente. Maar deze bal, Tjong, buitenspel. Middenvelder erin. Daar hieruit. Jonge middenvelder erbij. Bij de 0-0 stand hier. In de 56e minuut. Brama er ook ingekomen bij Twente. Brama. Lukard. Aanval nu Twente weer. Weer een kans voor Twente. Nee. Nieuwpoort zit er goed tussen. Noslinger. Goeie aanval. Goeie bal op Maatsen. Dan moet hij hem afmaken. Maatsen. En het is 0-1. We staan voor tegen FC Twente. En dat is een mooie goal van Maatsen. Die in de spits staat deze wedstrijd. Ook omdat Sode gewisseld is. Mocht Maatsen in de spits. En hij maakt de 0-1. Hij de tackle hier van Twente. Van op Twente van RKC. Tjong onderschept hij de bal. En de aanval nu weer voor ons. Maatsen weer diep de spits in. Maatsen de spits in. Wordt het zo gedaan. Rienstra terug op Maatsen. Maatsen 2-0. Maatsen 2-0. Maakte ook al de 1-0. En hij maakt nu dus ook de 2-0. Belangrijk dus deze wedstrijd. Maatsen met 2 goals tot nu toe. 2-0. RKC Twente. Twente RKC. Dan gaan we weer Greco in laten komen voor Tjong. Maar staan we 2-0 voor. En op 10 minuten te gaan. Kan dat nog mooier? Kan dat nog een 3-0 zegen worden? Wat een mooie paas. Nou, dan moet hij erin. Greco voor zijn eigen kant. Nee, geeft hem af. En dan zit hij zo, die niet gewisseld was. Scoort hij dan toch de 3-0. En dan is het over en uit voor Twente. En lijken wij in de laatste 10 minuten de wedstrijd toch te beslissen. En dan kan er nog in de laatste minuten nog een extra goaltje bij komen. Want we zijn echt de ploeg in vorm. En Maatsen met een prachtige kopbal. Het is 4-0. Over en uit voor Twente. En Maatsen, de man van de wedstrijd, want hij scoort in 1 helft 3 doelpunten. Niet achter elkaar, want zo zit het tussendoor. Maar toch is het 3 keer Maatsen. En is die belangrijk. Hier weer een jonge middenvelder erin. Maar in de extra tijd, 2 minuten die
de extra tijd. Komt er nog één kansje aan, misschien Maatsen. Staat geen bij het spel, probeert er hem even in één keer. Maar die bal gaat naast. Hij kan proberen natuurlijk. Bij een 4-0 voorsprong. Hier krijgt zo nog een gele kaart. Voor een eerder overtreding op het veld. Maar wij hebben deze wedstrijd tegen FC Twente met 4-0 gewonnen. Na de wedstrijd hiervoor tegen AZ gelijk gespeeld te hebben. En dat is natuurlijk een mooie wedstrijd gewonnen. Volgende week weer een nieuwe RKC Career Mode. Bedankt voor het kijken. En later.